beetje koud. Een beetje maar. Het is hier 7 graden. En waar we heen gaan is dus 3. En ja, we zitten nu al een beetje zo van, ja, het is koud. Ik heb mijn winterjas vast aangedaan. Ik ook, en ik heb er nog eentje bij me. Wordt er vandaag wel 17 graden? En ik ga naar Bixie dan. Dat is het belangrijkste. Ik heb een springwedstrijd, een dressuurwedstrijd en een spelletje. En heel de achterbak ligt. Ja, want mijn trailer is met mijn trailer, dus die heeft ook geen zaalkamer. Ja, kijk als je kan zien daar. Ja. Mijn vader heeft geen E achter B. En mijn moeder die is, nou, die heeft iets aan haar kaak. Dus dan ga ik met mijn vader en Christine en Kim en mijn vader. Heb ik nog heel vroeg. Ja, het is nu, kijken, 7:15. 10:08. 10:08. Nee. Klein verschil. Ik kan ook 7:45 zeggen. Dus, amai. Tot zo. Oké, we zijn er. Het heeft een beetje geduurd. En we zijn een beetje vroeg. Want we zijn gewend dat we nog een paar keer verkeerd rijden. Maar vandaag hebben we iemand achter het stuur die weet hoe het moet. Dus we zijn 1:30 te vroeg. Maar dat geeft niet. Bel staat achter ons. En ja. Zo en zo. Hoe. Het is nu in plaats van 3 graden, 5 graden. Het is niet heel veel beter. Ik ga weer mijn muts opdoen. Zo, nou Tessa die gaat zo springen. Ze gaat nu eventjes een beetje losrijden en het parcours eventjes verkennen. Ze heeft netjes net met Kim al het hele parcours nagelopen. Nou, we doen nog even een interview met Bella. Bella, hallo, hoe gaat het met je? Weet ik niet. Maar, heb je het naar je zin? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Een beetje. Ja, eigenlijk wel. Yep. Maar hij doet dat. En Tessa, zo. Hoe gaat het met jou? Heel fijn dat een sprongetje kan maken. Als je dat maar gaat het wel goed? Maakt, hij is gewoon heel slim. Ja. Maar zij, heb je er zin in? Ja. Blijf me zo de hele tijd filmen. Kijk, zie je zo even de filmen, papa. Goed, ik ga gauw verder, want jij moet nog verder uit. Ja, Bella is een beetje eigenwijs. Ik wil iedere keer met me knuffelen. Hier, daar komt ze weer. Ja, ze kan toch niet filmen? Bella. Hey. Hou op. Hou op. Laat me met rust. Ging goed, hè? Netjes hoor.
gehaald. En je hebt helemaal geen DVD meer nodig voor je pakketjes. Nou, dan zal ik gauw beginnen, hè, want het is zo spannend. Goed idee. Tessa, op en op. En goed gedaan. Leunie Jorissen. Hey, gefeliciteerd. Vandaag is woensdag. En maandag waren de paarsjes vrij, alle drie. Toen hebben we niks gefilmd. Toen was het opeens dinsdag, toen was de camera vergeten. Vandaag is het woensdag en nu is de camera leeg. Het is niet mijn vlogweek, geloof ik. Maar... van alles aan de hand is met de camera. Nou, dat valt ook wel weer mee. Testie heeft besloten dat mijn paard hetzelfde nodig heeft als Bella. Vlechtjes met roze elastiekjes. Kijk, weet je hoe dat komt? Een paar van Verona's maanden groeien de verkeerde kant op. Dus dacht ik, als ik vlechtjes ga maken, dan... en die moet er eigenlijk een maand in zitten of een weekje. Maar we doen maar een weekje, want mijn moeder gaat niet zo goed. Het ziet er een beetje bijzonder uit. Dus het is hartstikke mooi. Dus we gaan zo springen bij Steef. Eerst getest, privéles en daarna ik in de gewone les. Kunnen we helaas ook niet filmen, zeker niet met mijn telefoon. Nee. Dus... ik ben een slechte vlogger deze week. Sorry. Ja, wij allemaal. Dat spijt me. Ik ga mijn pony poetsen. Ga jij je pony poetsen? Kijk, daar staat ze, mijn pony en al. Het regent vandaag. Yes. En dit een beetje ook. Dus we gaan buiten rijden, omdat het binnen heel erg druk is. En daarom... lessen aan de gang. Ja. Staat alles bij elkaar. Maakt het dat het gewoon prettig is om buiten te rijden, ondanks dat het regent? Ja. Het blijft nat. Ja. De manegelessen zijn, of vanmorgen is open manegedag. En dat zorgt ervoor dat we dus niet binnen kunnen rijden morgen. Morgen gaat ook de hele dag regenen. Dus, ze hebben vrij.